En welkom terug bij Café Politiek op TV, het adres voor een goed gesprek met een toonaangevende gast in of rondom de politiek. Vandaag hebben we te gast Jos Heijmans. Welkom. Dankjewel. Jos die is sinds 1995 een van de gezichten van de Haagse redactie van RTL. Als voorzitter van de Nederlandse parlementaire persvereniging was hij onlangs te gast bij Pauw en Witteman om het debat aan te gaan met het echtpaar Tahir, dat strijdt voor meer fatsoen bij de parlementaire pers. In 2010 hield hij een veel geprezen en veel gelezen blog bij over het formatieproces na de Tweede Kamerverkiezingen. De blogs werden gebundeld tot een boek en zijn te koop in de boekhandel onder de naam Overrechts de Formatie. Met Jos gaan we het komende half uur in gesprek over zijn levensloop, over tweets, krantenkop en wapenfeiten. En ook vragen we hem te biecht te gaan in de biechtstoel. En als zoals gebruikelijk sluiten we af met de stoelendans, het gezelschapsspel over wie mag blijven en wie mag vertrekken. Jos, nogmaals van harte welkom. Dankjewel. Nou, die biechtstoel zal wel lukken. Als ooit katholiek opgevoed zijnde, ken ik het fenomeen. Gaan we het zo nog eventjes over hebben, want je bent ook nog een korte tijd in de Leeuwenhorst geweest, in Noordwijkerhout. Ja, dat klopt. Oh, wat goed. Maar daar gaan we straks even over hebben. Maar eerst eventjes met een quote van jou beginnen, over je achtergrond. En je zegt van jezelf dat je een boerenlul bent. Ik moet eventjes spieken, een boerenlul met een nietszeggende titel. Heb ik dat gezegd? Dat schijn je ergens gezegd te hebben, Jos. Kan je jezelf daarin vinden? Nee, helemaal niet. Om met Hero Brinkman te spreken, dat zal wel een nep-account geweest zijn van iemand die dat dan namens mij heeft gezegd. Maar ik zal mezelf toch nooit als boerenlul neerzetten. En een nietzeggende titel, herken je je daarin? Ik heb geen titel, dus die kan ook niet nietzeggend zijn. Nou, laten we dan maar eventjes overgaan naar een jeugdfoto van jou. Ik heb hem alvast klaargezet. We hadden het geloof. Je bent korte tijd seminarist geweest bij de Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Ja. Maar je schijnt er ook vroegtijdig door je ouders vanaf gehaald te zijn. Klopt. Was je niet geschikt voor het priesterschap? Achteraf in ieder geval sowieso niet. Maar ik denk dat ik, dat weet ik wel zeker, dat mijn ouders me destijds hebben afgehaald vanwege dramatische studieprestaties. Dat was de reden van, kom jij maar weer thuis, dan kun je onder ons toezicht naar school in Den Haag. Want die foto die je net liet zien, die is niet van het seminarium, die was van het Aloysius College waar ik daarna op gezeten heb. Waar zit je trouwens? Helemaal vooraan. De derde, op de eerste rij, de derde van links. De derde van links. Met die witte broek. Met een beetje een uitdagende glimlach. Was je een beetje een schoffie? Was je een beetje ik was wel lastig voor de leerkrachten, ja. Ja. Dat is ook meteen mijn vraag. Je zit nu veel voor de camera. Ja. Wat was nou de bedoeling? Want we zijn net in Den Haag bij de studio ook een rondje gemaakt. Je bent ook in een loco-hotel heb je gewerkt. Ja. Was het nou de bedoeling dat je voor of achter de camera zou gaan werken? Oh, dat is zo gewoon. Nou, in ieder geval niet achter de camera, want van techniek heb ik absoluut geen verstand. En van jongs af aan wilde ik altijd al de journalistiek in. Maar het was niet zozeer dat ik nou per se bij de televisie wilde werken. Ik heb ook het merendeel van mijn journalistieke leven, dat is volgend jaar 40 jaar, heb ik bij de kranten, bij persbureaus gewerkt. TV is pas sinds 1995 toen ik bij RTL begon te werken. En dat was een beetje toeval eigenlijk dat ik daar terecht kwam. Ja, een beetje toeval. We vonden nog een conversatie van jou op Twitter, Jos. Ja. Rondom 8 januari was dat met Hans Larousse. Die vertelde dat die haalde een moment terug 24 jaar geleden. En jij reageerde daarop dat je op diezelfde dag dat de NOS liet weten dat de keuze op een ander was gevallen. Het had dus maar zo kunnen zijn, Jos, dat jij niet voor RTL, maar voor NOS was gaan werken? Misschien toen wel. Ik werkte toen bij de GPD, een persbureau voor regionale dagbladen. En ik was toen vrijwilliger bij Locatel. En Gerard van der Wulp, de toenmalige hoofdredacteur van het NOS-journaal, die woonde toen nog in Den Haag. En die zag mij af en toe op tv bij Locatel. En die benaderde mij van, wil je niet bij ons komen werken? Nou, gesprek gehad, screentest gedaan. Ik dacht dat ik de enige kandidaat was, maar dat bleek dus achteraf niet zo te zijn. Het grappige was... Ze gaven jou dat gevoel dat je de enige kandidaat nou, was? Nou, of ik had het zelf gewoon niet goed in de gaten. Het grappige was toen de mededeling kwam dat Hans Larousse het werd. Hans Larousse werkte ook bij de GPD, maar voor het Utrechtse Nieuwsblad. We zaten in hetzelfde gebouw. Dus dat was voor mij een volslagen verrassing. Achteraf dacht ik altijd, het is maar goed dat het niet doorgegaan is. Hans Larousse is toen een paar jaar later, heeft hij een mes in zijn rug gehad, hè, op het voorhout hier, van een of andere gek. Ja. Nou, dat was anders mij misschien overkomen. En een beetje naïviteit, is dat een sterkte of een zwakte voor een journalist? Nou, naïviteit is op zich natuurlijk nooit een sterkte, maar af en toe moet je wel naïviteit spelen. In ieder geval om degene die je interviewt, om datgene uit te krijgen wat je graag wil horen. Mooie,
Mooi leerpunt. Ja, ik zit altijd goed te luisteren naar Jos, want hij heeft natuurlijk altijd is een behoorlijke staat van dienst. Nou ja, geen 24 jaar NOS, maar inmiddels ook alweer, wat is het, 12? 16 jaar RTL. RTL. Ja. We hebben het over NOS, RTL. Wat zijn een beetje de verschillen? Waar proberen jullie het van onderscheiden ten opzichte van NOS? Of zijn jullie helemaal niet met NOS bezig? Natuurlijk zijn we RTL Nieuws en proberen we zelf zo goed mogelijk programma neer te zetten. Maar natuurlijk kijk je naar wat de concurrentie doet. En daar steek je natuurlijk ook wel wat van op. En de ene keer winnen zij en de andere keer winnen wij. Daar moet je ook heel eerlijk in zijn. En natuurlijk hebben we de pest in als zij een primeur hebben die jij niet had. Maar het gaat op en neer. Ik denk wel dat er een verschil is in niet zozeer een werkwijze, maar in de idee hoe je met journalistiek omgaat. In de zin van dat RTL toch een commercieel bedrijf is. Elke euro moet eerst verdiend worden voordat die kan worden uitgegeven. Ik denk dat wij daardoor wat efficiënter werken, minder bureaucratisch dan bij de NOS. Want met alle respect, en dat is geen waardeoordeel hoor, maar het is natuurlijk toch een bedrijf wat met overheidsgeld in stand wordt gehouden. Mm-hmm. Dat leidt toch snel tot een wat andere mentaliteit. Jullie gaan niet met 3 man naar Noordoost-Groningen als daar een mogelijke dijkdoorbraak Dat doen we ook wel hoor. Doen we ook wel. Maar ja, wij moeten gewoon wat meer op de centjes letten. Dus waar wij al jaren bijvoorbeeld alleen maar met een cameraman en een verslaggever werken, is bij de NOS nu ook in mindere mate, want ook daar moeten ze op het geld gaan letten. Maar er was vroeger altijd een complete ploeg met een geluidsman erbij, met een producer erbij, dus noods nog een regisseur en dergelijke. Nou, dat soort dingen, dat doen wij niet. Dat vinden we zonde van het geld. En de manier van berichtgeving, verschilt die nou nog veel? Hè? Bijvoorbeeld deze week was het nieuws Hero Brinkman, die uit de PVV gestapt is. Ja. Willen jullie dat nou anders brengen dan de NOS? Nee. Omdat je commercieel bent? Nee, zeker niet. Of je nou commercieel bent of niet, dat heeft er niks mee te maken. We zijn allemaal journalisten, of je nou bij een publieke of bij een commerciële omroep werkt. En je probeert dus gewoon een zo goed mogelijk journalistiek product te maken. Ik denk dat dat geen verschil is in wijze van berichtgeving. Even over een stukje techniek. AutoCue, laatst een discussie geweest met Hans Larousse. Ja. Mart Smeets is er ook op verder gegaan. Dat zagen we op een gegeven moment ook op een zondagochtend bij tv met Eva. Ja. Wat vind je van de AutoCue-discussie? Ja, het is een waanzinnige discussie. Ik bedoel, waar hebben we het over? Iedereen mag hulpmiddelen gebruiken om te zorgen dat zijn product er zo goed mogelijk uitziet. Wij hebben RTL, althans in Den Haag, gebruiken wij geen AutoCue. We hebben er gewoon geen. Dus ik heb er ook geen ervaring mee. Maar de presentatoren in Hilversum, de nieuwslezers, die hebben natuurlijk wel een AutoCue. En het voorkomt. Voor de jonkies die in het Binnenhof staan en een verhaal gaan vertellen, er wordt dus ook niet geoefend. Dat zit in je of dat zit niet in je, of je leert een beetje schaven. Je leert de tekst een beetje uit je hoofd. Je probeert hem zo spontaan mogelijk uit te spreken dat het geen ingestudeerd geheel is. Het risico van een autocue is, denk ik, maar nogmaals, ik heb er nauwelijks ervaring mee, is dat het toch te veel niet meer je eigen verhaal wordt, maar een voorleesverhaal naar de kijker toe. En, ik ga een poging wagen, Jos. Jos, je kan wel. Ja, je hebt dank er daar Jos, tot zover. Ja. Net als bij de commerciële omroepen gaan we even tussenuit. Graag tot zo. Mijn naam is Berry van de Assem en ik vertegenwoordig Van de Assem Schoenen uit Rotterdam. En wat was uw ervaring hier vandaag in de digitale mediafabriek? Dat was een super ervaring. Ik ben prima ontvangen en de techniek en de mensen kort maar krachtig. Goede locatie, accommodatie, complimenten. Welkom terug bij Café Politiek, met vandaag de gast Jos Heijmans. Inmiddels zijn we van het café verhuisd naar de kerk. Die liggen nooit ver van elkaar. In de biechtstoel vragen we onze gast te biechten te gaan en bespreken we persoonlijkheden die publiekelijk te biecht zijn gegaan of zouden moeten gaan. En vandaag zoomen we in de biechtstoel in op het recente debat dat Tahima Tahir en haar man Andreas Kinnegin aanzwengelden over fatsoen bij de parlementaire pers. Daarmee specifiek doelend op Pauwnieuws en de Jakhals. Jos, een Paul Witteman voerde het woord namens de Nederlandse pers. Hoe heb je de discussie die avond ervaren? Nou, eigenlijk was het niet zo vreselijk ingewikkeld. Omdat naar mijn idee de ideeën van Tahir en Kinnegin steeds gekker werden. Dus ja, het was eigenlijk vrij makkelijk scoren om die mensen op hun plek neer te zetten. Was het in ik vond het tamelijk ontluisterend. Je zag ook bijna wie de column schreef in buiten. Nou, de indruk. Daar als echtpaar en elkaar ook. Ja. Te steunen. Ja. Vond je het handig, onhandig?
Ja, ik vond het uitermate onhandig. Kijk, ik bedoel, iedereen mag verschillen over kwaliteit of hoe het ontvangen wordt. En je mag de ene journalist goed vinden en je mag de ander heel slecht vinden. Daarom hebben we ook een grote verscheidenheid aan kranten en radio- en televisierubrieken. Dus je kunt altijd wegzeppen of een andere krant nemen. Maar ik zat daar in mijn rol als voorzitter van de parlementaire persvereniging. En de suggestie om onfatsoenlijke journalisten, wat dat er ook mogen zijn, want dat kan ik niet beoordelen, om die maar van de Binnenhof te verwijderen, dan denk ik, ja, dit gaat echt veel en veel te ver. En aan het eind van het programma sloegen zij normaal door uit te roepen dat ze vonden dat televisie überhaupt van het Binnenhof zou moeten verdwijnen. Maar goed, dan ging het over de oplossing om onfatsoenlijke journalisten, wat het dan ook mogen zijn, te weren. Eventjes over het punt van de onfatsoenlijke journalisten. Ja. Vond je dat het echtpaar daar enig punt had? Nou, ik vind dat zij zich mogen ergeren of irriteren aan sommige journalisten, omdat ze zelf vinden dat die onfatsoenlijk zijn. Dat kan. De ene journalist gaat meer voor de inhoud, de ander kiest voor de vorm. Het Binnenhof is natuurlijk toch ook een beetje een theater, is ook een beetje entertainment. Ja, als je dat niet bevalt, zet je tv maar uit, denk ik. Maar ik ga geen oordeel vellen over collega's of zij hun werk goed doen. Ja, inhoud of theater of toneel, hè, of het Binnenhof dat of wel niet is. Ik denk dat het voor jou als parlementair journalist ook wel eens lastig is. Ik heb er ook eventjes een tweet van jou bijgehaald. Ja. Veel vragen of de fractiekamer van de PvdA ook een deur heeft. Ja, maar dat kunnen we niet laten zien. Is één etage hoger waar we niet mogen komen. Is dat nou journalistiek relevant? Zoals... Nee, is absoluut niet relevant. Maar er was eens Twitter en ik gebruik Twitter echt om mensen te informeren over dingen die ik hoor en die ik nog niet in de uitzending kwijt kan, dat ze snel op de hoogte zijn. Dat is de ene kant. Aan de andere kant stellen natuurlijk mensen wel veel vragen. En ik vind ook dat je moet proberen om die vragen te beantwoorden. En het kwam natuurlijk vanuit die durf bij het CDA. Ja. Ja, het voorbeeld wat je aanhaalde was natuurlijk bij de Partij van de Arbeid, de dag nadat Job Cohen was afgetreden als politiek leider en de fractie een nieuwe leider zou moeten kiezen. Wij stonden één etage lager. Ja, dan krijg je die vraag van, god, je staat weer ergens bij een deur. Is dat dezelfde als CDA? Nee. Ja. Daar geef je gewoon een antwoord op. Maar dan eventjes naar die deur van het CDA. Ja. Er was ontzettend veel beelden, ontzettend veel minuten beeld hebben we gezien dat al die journalisten elkaar stonden te verdringen voor die deur. Gaat het dan nog wel om inhoud, Jos, of heb je het dan echt over theater? Je zit te wachten op inhoud, maar die heb je nog niet, want alles speelt zich achter die deur af. Ja. Daar zit de fractie te vergaderen. Je moet gewoon wachten tot er iemand naar buiten komt en bereid is om iets te zeggen. Nou, dat was in die periode, tijdens de formatie was dat, hè, van 2010. Was dat natuurlijk heel lastig, want als mensen al naar buiten kwamen, wilden ze niks zeggen. Nou, je kunt je voorstellen, je staat er met 40, 50 journalisten uren te wachten. De meligheid slaat ook toe. Politiek 24 stond dat continu uit, maar er was niks te zien. Behalve die deur, ja, daardoor is die deur Dus op een gegeven moment maak je ook zelf onderdeel uit van het theater, als je dat bewust zou willen. Ja. Is er wel eens een grap of grol live gekomen? Zoals ik al zei, je wordt ook medig als je daar uren staat te wachten. Dus, en je ziet die camera. Ik herinner me een keer dat Frits Wester ook naar die deur toe liep, wetende dat de camera van Politiek 24 erop stond en met zijn oor tegen die deur ging luisteren. Ja, het is van een kinderachtigheid, ik geef het eerlijk toe. Maar wat wil je als je er vanaf 2 uur 's middags tot 's nachts 2 uur staat? Ja. Is dat nou ook nog aan het veranderen? Hè? We hebben natuurlijk die Jakhalsen nu op het Binnenhof en Rutger Kastkrum loopt er veel En Bart Chabot, hè? Van Pauw en Witteman, moet je ook niet vergeten. Die zou je ook tot die categorie kunnen rekenen die politiek meer ziet als entertainment en theater dan als iets waar van het landsbestuur. Word je daar stiekem nou ook zelf door verleid om wat meer die grap en de golle kant op te gaan zoeken? Nou, dat, om ik denk meliger dat het, te maken? Ik denk dat het heel persoonlijk is. Nee, ik zit niet zo in elkaar dat ik daar erg gevoelig voor ben. Maar we moeten, dat wil ik nog wel even zeggen, want die hele discussie van Tahir en Kinneging, lijkt het er een beetje op als er een enorme hoeveelheid journalisten is die alleen maar met entertainment bezig zijn, met de vorm bezig zijn en niet met de inhoud. Dat is absoluut niet waar. De parlementaire persvereniging telt zo'n 180 leden. De meeste gaan alleen maar over de inhoud. Waar we het hier over hebben is inderdaad Rutger Kastkum van Pound, over de Jakhalsen, over Bart Chabot van Pauw en Witteman. We praten over 4 mensen van de kleine 200 die daar rondlopen. Maar het zijn wel journalisten die veel gevolg hebben voor de publieke opinie. Hè, kijk naar Rutger Kastrikum. Ik bedoel, Ella Vogelaar is met dank aan Rutger Kastrikum uiteindelijk heeft ze het veld moeten ruimen. Nou, dat denk ik niet.
Kijk, hij heeft natuurlijk dat interview gehad met Vogelaar waarbij zij wegliep. Toen was het toch gebeurd? Nee, ze is er echt pas maanden later uitgegooid en door Wouter Bos. En gewoon omdat ze niet meer paste in het team en haar werk niet goed deed. Nee, als men denkt dat Vogelaar is verdwenen door het geruchtmakende interview met Kaskakum, dat is echt een fantasieverhaaltje. Maar vaak is het ook niet dat geruchtmakende interview, nee. Maar die meneer die met een hoogzwangere vrouw in Leiden deur open doet. Dat haalt het nieuws en daar praten we ook in deze uitzending nog steeds over. Ja, nee. Het kan ook gewoon een emotionele reactie geweest zijn van zo'n persoon. Ja, dat was dan geen handige reactie. Nee, maar die kost dus wel, die kost dan een boel. Hoe bedoel je, kost een boel? Nou, vervolgens wordt iemand gevraagd en uitgenodigd bij een Pauw en Witteman. En moet vervolgens in de verdediging. Hij kan ook nee zeggen, hij hoeft niet te gaan. Hij had ook de deur dicht kunnen houden toen Rutger Kaskakum voor de deur stond. Of eerst open kunnen doen en zeggen van nou, hier heb ik geen zin in of daar geef ik geen antwoord op. Goedemiddag en de deur dicht trekken. Het werd pas een rel toen vervolgens bleek, ook uit het filmpje op YouTube, dat Kinneging Kaskakum echt bedreigde. Weliswaar een verbaal, volgens Kaskakum ook nog lijfelijk, hè, dat hij naar de keel gegrepen was, dat weten we niet. Maar in ieder geval verbaal, dat was hoorbaar en zichtbaar. Ja, dat is natuurlijk niet handig. Doe gewoon de deur dicht, ga naar binnen. Denk je dat Kinneging er in de biecht goed af zou komen? Ik weet je niet bent, wat die... Je bent katholiek? Ja, ik weet niet wat je in je biecht zegt. Ik weet van vroeger als je ging biechten dat je echt moest verzinnen welke zonde je had begaan. Omdat de echte zonde die je begaan had, wilde je natuurlijk nooit tegenover de pastoor vertellen. Ja. Dus je verzond altijd wat anders. Maar ik denk in ieder geval dat we hier wel geleerd hebben dat het heel gevaarlijk is als je aanbelt bij een hoogzwangere vrouw waarvan de man een voormalig Nederlands kampioen gewichtheffen is. Ja, dat wist hij waarschijnlijk niet. Dus dat moet zich wel wat beter inlezen, maar dat is misschien ook een belangrijke les voor journalisten die gaan voor one-liners en korte punten. Ik mag hem afronden, want we gaan stoppen met biechten. Genoeg gebiecht lijkt me. Terug naar het café nu en over naar wat actuele zaken. Welkom terug. In 2010 schreef Jos Heijmans het boek Over Rechts, over de formatie na de Tweede Kamerverkiezingen. Een proces waaruit uiteindelijk een coalitie tussen VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV kwam bovendrijven. Jos hield in die periode een weblog bij. Ja, voor RTL Nieuws. Ja. Voor RTL Nieuws, dat resulteerde uiteindelijk in het boek. Welk moment uit de formatie in 2010, hè, waar kabinet Rutte dus uit voortkwam, is jou uiteindelijk het meest bijgebleven? Zijn er verschillende. De eerste was eigenlijk het moment dat ik op een terrasje zat in een benoorde hout met Mark Rutte als onderhandelaar van de VVD. De eerste rechtspoging was mislukt en hij moest over links gaan, Paars Plus. En Rutte woont in de wijk benoorde hout. Ik garandeer je daar 80-90% stemt daar VVD. En die man werd daar in die wijk op handen gedragen, behalve toen hij met links begon te praten. En echt, ook bejaarde mensen, weet je, die heel erg boos waren, die hem aanspraken van waar ben je nou mee bezig en daarom hebben we je niet opgestemd. Toen merkte ik voor het eerst dat Mark Rutte, die altijd het lachbekje wordt genoemd, ook heel pissig kan worden en geïrriteerd kan raken. Want hij vond dat niet leuk. Hij vond dat absoluut niet leuk. En dat ging ook redelijk tekeer tegen die mensen. Van, hebt u nou maar vertrouwen in? U heeft op mij gestemd. En ik zorg wel dat het goed komt. En als u geen vertrouwen hebt, dan moet u gewoon niet op me stemmen. Klaar. Dus ik had hem nog nooit zo meegemaakt. Vond ik een frappant moment. Het andere belangrijkste moment was natuurlijk de ellende in de CDA-fractie. Waar een deel van de fractie vond dat je echt niet met de PVV... Dat dissident opeens... Is komen bovendrijven. Ja, nou ja, was natuurlijk al een bestaand woord. Hè? Het CDA had wel vaker dissidenten gehad in het verleden. Jos, zijn er ook bepaalde zaken die je bewust niet publiceert op zo'n moment? Behalve irrelevante zaken, maar zaken waarvan je denkt van hé, dat schaadt het politiek algemeen belang, dus daar doe ik even niks mee. Nee, dat kan nooit een overweging zijn. Het schaadt het algemeen politiek belang, want wie ben ik om te bepalen of dat het politiek belang schaadt. Als journalist ben je verplicht om mensen te informeren over wat er gebeurt in het politieke spel. Dus daar moet je in principe alles over kunnen publiceren. Als het zou schaden, dan komt dat doordat politici iets hebben gezegd wat misschien wat ze beter niet hadden kunnen doen. Maar dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Dat is echt de verantwoordelijkheid van de politiek. Zou bijvoorbeeld dit iets niet doen met een boekensteintje?
iets niet doen met een boekensteintje. Wij als journalisten? Ja, dat Frits, Frits het niet naar buiten had gebracht. Toen, na dat bezoek aan de koningin? Aan Jan een beetje dom, hou je mond. En we doen er niks mee. Ja, maar zijn wij verantwoordelijk voor wat de politici zegt? Kom op, zijn volwassen mensen, die weten wat ze zeggen. En vaak hebben ze daar ook nog een bedoeling mee ook. Soms kan het een slip of de tong zijn, maar... Zijn dat niet stiekem de leukste? Ja, maar kijk, als het echt een slip of de tong is, dan kun je nog wel eens zeggen van... Nou ja, dit was echt niet de bedoeling, dat wilde je echt niet zeggen, het schoot eruit. Dat gebruiken we niet, want dat is niet jouw bedoeling. Maar als je gewoon iets doms doet, maar je doet dat bewust, omdat je vindt dat je dat moet kunnen melden. Boekenstein bij zijn bezoek aan de koningin. Ja, sorry hoor, daar is hij echt zelf verantwoordelijk voor. Laten we het hebben over slip of the tongues op social media. We pakken dus eventjes een andere tweet bij Jos van jou recent, 14 maart. Ging over de PvdA-lijsttrekkers, of nee, de partijleidersverkiezingen. Er zijn mensen die denken dat Lutz Jacobi, het is het eentje met een beetje een grapje erin, dat Lutz Jacobi niet bestaat. Nee. Dat het een rolletje is van Wendy van Dijk, die aan het eind haar pruik masker afwerpt. Ja. Over die partijleidersverkiezingen, Diederik Samsom is er uitgerold. In hoeverre heeft het de PvdA goed gedaan, volgens mij? Ontzettend, of niet? Nou, uit de peilingen ziet het er voorlopig goed uit. Ze zijn in die periode dat die verkiezingen speelden, ze hebben ze geloof ik 7 zetels terugverdiend. Overigens, dat gebeurde ook toen Job Cohen politiek leider werd. En daarna stortte het weer in. Dus je weet nooit hoe lang dit succes behouden blijft. En dat ze stijgen heeft natuurlijk vooral te maken met de media-aandacht die ze in die week hebben gekregen. Ik denk niet zozeer dat het te maken heeft met de kwaliteit van wie dan ook. Dat is echt de aandacht die ze gekregen hebben. En ja, het is nu de vraag of Diederik Samson dit weet vast te houden. Of die het weet vast te houden, samen met Hans Bekman natuurlijk. Ik bedoel, die heeft als partijvoorzitter ook beloofd dat er 100.000 leden moeten gaan komen. Ja, ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Ja, en dat hij weg zou gaan uit de grachtengordel met het hoofdkantoor. Dat is ook een van de... Ja, ik geloof dat hij daar inmiddels alweer een beetje van teruggekomen is. Ja, ik zag het ook vanuit de Rode Hoed, hè, was het avond. Dus daar had ik toch wel een beetje het grachtengordel gevoel bij. Ja, maar ja, zo'n pand is duur. Midden in Amsterdam probeert maar te verkopen in deze tijd. Dat zal niet makkelijk zijn. Van de PvdA even naar het CDA en dan een van de voormannen al daar, Henk Bleker. En dan pakken we er een tweet bij van een nep-account, ook zo'n fenomeen wat in januari of afgelopen periode een beetje gespeeld heeft en nog steeds. Ik geloof dat er van de week ook weer sprake van was. Henk Bleker, 10 minuten applaus gehad toen ik op het ministerie kwam vanochtend. Het ging natuurlijk over die mevrouw. Stonden zelfs medewerkers op hun stoel Henkie te scanderen. Privé, hè. En in de politiek wordt steeds minder, hè? Met social media, met al die journalisten, al die lollige journalisten. Ja. Hebben politici nog een privéleven, Jos? Ja hoor, natuurlijk wel, maar ze moeten het wel zelf afschermen. En in alle eerlijkheid, Henk Bleker is natuurlijk niet de man die alles afscheidt. Die vindt het prachtig om in de publiciteit te komen. Ik heb begin februari een uitgebreid interview met hem gemaakt van 13 minuten lang. Op zijn boerderij, wandelend daar tussen de ponies. En hij praat gewoon graag over alles, dus ook over zijn vriendin. En dan moet je dat accepteren dat daar dan ook kritiek op komt. Hij was wel heel erg boos, en dat kan ik me wel voorstellen, dat je dan op vakantie bent met je vriendin. Dat er mensen zijn die met een BlackBerry op welke smartphone dan ook foto's van jou maken en die vervolgens aan de Telegraaf verkopen. Daarvan kan ik me voorstellen dat je daar de pest over hebt. Maar je kunt ook zelf als politicus je vooral richten op je werk. Mm-hmm. En daar aandacht voor vragen en daar de publiciteit voor zoeken. En wat er omheen zit, dat ook privé bewaren. Hebben wij Wouter Bos met zijn kinderen ooit gezien? Of met zijn vrouw? Never. Bijna nooit. Nee, maar dat doe je ook pas, hè, met de Sarkozy. Die brengt zijn vrouw en zijn kind pas een stelling op het moment dat het heel slecht gaat. Dus wie weet zegt dat wat over Henk Bleker. Ja, dat bedoel ik ook te zeggen. Tot slot nog eventjes in dit rubriekje, Jos, over je eigen privé. Ik vond nog wat aardigs op huis. Je hebt je eigen Jos Heijmans fansite met 67 leden. Er was een collega van mij bij RTL, die zag dat collega Frits Wester een fansite had. En die had zoiets van, als Wester er een heeft, moet Heijmans er ook een hebben. Die heeft dat toen opgezet. Nou, dat was een grapje.
Hij bestaat geloof ik nog steeds. Hij staat nog steeds, 67 ja. leden. Bert Bakker Hoeveel is 67. Ah, dat is wel erg weinig. Hè? Ja, ik zal kijken of ik er nog wat aan kan doen met mijn huisaccount. Okay. Dat doen we denk ik ook met dit programma. Maar het is, als je dat soort dingen opzet, moet je dat onderhouden. Dat kost natuurlijk hartstikke veel tijd. Wat ja, maar ik kan dat niet. Hè? Want wat is iemand anders heeft dat. Wat is het medium waar je het meest via communiceert? Twitter. Twitter. Ja, okay. Twitter en Facebook ook wel. Maar ik gebruik het echt. Nou, Twitter gebruik ik dus echt om het laatste nieuws te brengen. Facebook gebruik ik ook bijvoorbeeld om een column die ik voor RTL schrijf, om die onder de aandacht te brengen van die mensen met linkjes erbij, zodat ze hem snel kunnen opzoeken. De beheerder is Meili Vos, dus misschien dat je daar eens even... Is dat zo? Dat staat hier. Maar goed, we gaan dit blokje even afronden. Straks spelen we nog een gezelschapsspel, de stoelendans. Tot zo dadelijk. Hi, ik ben Alon Jozef van Ace Juweliers uit Amsterdam. En internationaal acejewelers.com. En wat was uw indruk, wat was uw ervaring hier in de digitale mediafabriek vandaag? Behalve heel gezellig, heel mooi, heel professioneel, warm welkom geheten en the place to be for all your video's. En welkom terug. In dit laatste onderdeel spelen we een gezelschapsspel en dat is de stoelendans. U kent hem wel. Maar ditmaal blijven we wel zitten. We wisselen we niet van stoel. Wel gaan we in op wie mag blijven, wie moet vertrekken en wie de vrijgekomen plaats mag innemen. Te gast nog steeds Jos Heijmans. Jos, om maar eens gewoon de vraag te stellen. Hoe lang ga je zelf nog door? Hoe lang wil je nog door? Nou, de wet schrijft voor dat ik nog 4 jaar moet. Ik ben 61 en ik mag toch met 65 met pensioen. Dus hoop ik natuurlijk dat ik dat gewoon kan volmaken. Maar dan wil ik niet stoppen eigenlijk. Ik kan me niet voorstellen dat ik, waar ik midden in dit werk zit, ineens van de ene op de andere dag ermee stop. Mijn vrouw is wat jonger, die werkt nog. Mijn dochter zit op school, loopt stage. Ik ga niet in mijn eentje thuis zitten achter de geraniums, nee. Is er een punt in de politieke verslaggeving waarmee je mensen tegenkomt die eigenlijk te veel vastgeroest zijn? Waarvan je zegt van nou, it's time to go. Een soort Mart Smeets van de politieke verslaggever. Ik weet niet of Mart Smeets is vastgeroest. Dat moeten mensen zelf maar beoordelen. Kennelijk vinden mensen dat niet, want ze hebben echt druk uitgeoefend op de NOS om hem te verlengen. Natuurlijk bestaan er mensen waarvan je denkt van stop er nou maar mee. Ik ga geen namen noemen. Maar ze zijn er wel. Ze zijn er wel. Het zijn ook mensen, ook omdat ze ouder worden en het misschien niet meer helemaal het zicht goed hebben. Het is ook lastig om op een gegeven moment van jezelf vast te stellen van nou, misschien moet ik er maar mee stoppen. Misschien moet ik maar wat anders gaan doen. Dat lijkt me heel moeilijk. Ik hoop dat als het mij overkomt, dat ik niet meer echt alert genoeg ben, dat andere mensen mij op voorzichtige wijze erop attenderen dat het misschien beter is om wat anders te gaan doen. Maar ik hoop niet dat het gebeurt. Zullen we het te harte nemen of niet? Nou, geen zorgen daar. Ik hoor het wel van jullie. Ja. Even okay. Over een andere collega, niet die moet stoppen volgens mij, maar misschien nog wel een keer wat anders moet gaan doen. Daar heb ik nog een aardige krantenkop over gevonden. Een aardige uitspraak voor jou. Ik moet er niet aan denken een Frits Wester te worden. Ach ja, dat was met een interview met de Volkskrant. Dat ging om, Frits is natuurlijk ons sprekend hoofd, hè? Talking Head. Dat is het gezicht van RTL Nieuws, waar het gaat om de politieke duiding. En ik vervang Frits als hij andere dingen te doen heeft of ziek is of wat dan ook. Bovendien doe ik het in het buitenland als het om Europa-verslaggeving gaat. En toen werd mij de vraag gesteld, ja, maar zou je dan niet die rol van Frits willen hebben? Ja, precies. De voorman, de anchorman, ja, nee, is toch dat, wat iedereen wil? Nee. Ja, misschien een heleboel mensen wel, maar ik niet. Ik vind het leuk om dat eens met enige regelmaat wel te doen. En je verhaal te kunnen vertellen, maar altijd alleen maar daarmee bezig zijn. En dus ook alle publiciteit die erbij hoort en de aandacht die je krijgt. Ik kan er niet zo goed mee omgaan. Als mensen me aanspreken op straat, dan weet ik nooit hoe ik me moet gedragen. En wat nou als Frits Wester weggevraagd wordt door het CDA en hij maakt die overstap? Door het CDA? Daar heeft hij al gezeten. Daar heeft hij gezeten. Maar stel dat hij weggaat. Ja, dat weet ik niet. Dat moet je aan mijn hoofdredacteur vragen wat er dan gebeurt. Is er jong talent? Ja. Jonger dan jij? Ja, absoluut. Ja, nou, dat is niet zo moeilijk, want ik ben de oudste bij ons op de redactie. Wij zitten hier vandaag met 7 man, waarvan de helft jonger dan 35 is. En daar zitten absoluut talentvolle mensen bij. Wie vind je op dit moment het grootste talent binnen RTL? Ik ga geen namen noemen. Geen namen noemen? Nee. Nou, als je iemand mag typen, hè, dan hoef je niet te zeggen of dat de grootste talent is, maar een talent waarvan jij zegt van, die
Gaan we nog veel terugzien? Nou, er zijn er geloof ik 4 de jongen zijn er 35 bij ons op de redactie. Dat zijn alle 4 talenten. En daar verwacht ik ook in de toekomst. En die staan nu ook al voor de camera, die kennen we al van... Voor de camera. Lot Rachut, die bij ons Partij van de Arbeid doet, is laatste week regelmatig voor de camera geweest. Fons Lambie volgt bij ons het CDA. Die staat vaak bij het CDA, bij het partijbureau of bij de deur. Steven Schoppert, dat zijn allemaal talentvolle mensen waarvan ik verwacht dat die dat groeit vanzelf. Is er voor jou ook een moment dat je abrupt zou willen stoppen met journalistiek als iets zou gebeuren in de politiek? Nee, ik zou me niet kunnen voorstellen wat er in de politiek gebeurt waardoor ik abrupt zou willen stoppen. Ja, als de democratie wordt opgeheven of zo. Als er een coup plaatsvindt. Dat de media niet meer mogen schrijven of zeggen wat ze willen. Kortom, in dat soort situaties, maar iets anders zou ik me niet kunnen voorstellen. En weg uit Den Haag, hè? De komende tijd gaan er weer onderhandelingen plaatsvinden in Brussel. Is het voorstelbaar dat je een tijdje daar permanent gaat bivakeren? Nee. RTL heeft de filosofie, of de gedachte in ieder geval, dat Brussel interessant is, ook heel belangrijk is. Maar dat er heel vaak in Brussel niets bijzonders gebeurt waarvan je de kijker meteen moet informeren. Dus als het er echt om gaat... Gaan wij naar Brussel toe. De afstand Den Haag-Brussel is 200 kilometer. Het gaat alleen maar in Brussel ergens om. Dat Den Haag, dat wordt toch steeds minder belangrijk? Ik bedoel, alle grote beslissingen worden in Brussel genomen. Nou, er zijn nog een heleboel beslissingen die we echt zelf in dit land nemen. Anders kunnen we die Tweede Kamer wel opheffen. Maar het is natuurlijk zo dat er in Brussel heel veel voortraject is. Dat de dingen tijd kosten voordat het werkelijk tot besluitvorming gaan. Journalistiek en mediatechnisch ook minder interessant. Dus wij gaan heen op het moment dat de besluiten vallen. Want het heeft geen zin om mensen een half jaar van tevoren te zeggen van nou, dit komt er misschien aan. Vertel het maar op het moment dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Jos, dankjewel. We gaan afronden. Gaan we toch weer naar dat technische ding toe, die autocue. Ja. Tot zover deze aflevering van Café Politiek op TV. Jos, hartelijk dank voor je komst. Wilt u meer weten over Jos? Dan ga je naar zijn Twitter-account, @josheijmans, of zijn fansite josheijmansfans.huis.nl of natuurlijk rtlnieuws.nl. Voor meer informatie over onze uitzendingen of over onze audio- en fotostreams bezoekt u www.cafépolitiek.nl of bezoek de website van onze gast hier, digitalemediafabriek.nl. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot ziens.